heel fijn dat je er bent. Ja. Ja, ik weet het. Je hebt het. Je voelt je niet fijn, hè? Nee, ik zie het aan jou. Wat gaat er hier om? Ach, wat vervelend. Ja. Oh, ik vind het echt heel vervelend voor je. Ja. En ik vind het zo knap dat je mij geappt hebt of je even langs kon komen. Want je bent altijd welkom. Ik vind het zo fijn dat je de ruimte voelt bij mij om te appen van hey, heb je even tijd? En natuurlijk maak ik tijd voor je. Ja. Ja, Sammy komt er ook gezellig bij. Ja, echt nogmaals zo knap van jou. Hey, en je zei ook van ik wil er liever niet te veel over praten. Ik wil meer afleiding. En kalmeren. Ja, je hebt heel veel stress, hè? Waar voel je dat? Ja. Nou, weet je wat ik dacht? Ik heb wat edelstenen gepakt die kalmerend kunnen werken. Ik heb een borstel, wat handcreme, gezichtscreme, lippenbalsem. Ik ga een kaarsje aandoen. Ik heb lekker thee voor ons gezet. Dan kan je even helemaal ontspannen. Wat vind je daarvan? Goed idee, toch? Goed zo. Als we weer eens even prikker in- en uitademen, dan kan je lichaam en je zenuwstelsel ook al kalmeren. Want heel diep in- en uitademen brengt je zenuwstelsel echt al een heel stuk tot rust. Dus laten we dat even doen, oké? Okay? Dan gaan we even in. En uit. Goed zo. Gaan we nog een keer in. En uit. Ja, super. Mag je nog een keer in? Even vasthouden. Goed zo. Ik heb hier thee voor je. In een hele mooie blond Amsterdam hoek. Met Life is a Party. En misschien dat je dat nu niet zo voelt, maar laten we de positiviteit erin houden. Het komt echt alweer terug dat je je zo gaat voelen. Ik heb lekker rustgevend theetje erin gedaan. Die heeft al lekker kunnen trekken. Zo, alsjeblieft. Ja, ik heb zelf ook thee, kijk. Ja. En ik ga even een kaars aansteken, want ik vind dat ook altijd fijn. Ik heb hier een hele mooie glazen kandelaar. Ja, klopt. Die heb ik uit de kringloop. Waren wij toen samen naar de kringloop? Volgens mij wel, hè? Ja. Dat was echt zo leuk. Ik heb toen echt hele mooie dingen kunnen kopen. Kijk, dit kaarsje is op. Doen we er even een nieuwe in. Een groene. Ik vind dat altijd een kleur van rust. Natuur. Ja, mooi zacht. Heb ik hier een aansteker. Die is iets minder zacht van kleur. Ja, je hoort hier niet zoveel van, maar goed. Fijn.
zal soms expres wat meer in- en uitademen. Omdat je lichaam, je hersenen, je zenuwstelsel, ook bij anderen die echt diep in- en uitademen, dat helpt jou ook kalmeren. Dus ja, vandaar dat ik dat soms misschien wat extra intens doe. Oeh, hij is nog heet. Oké. Ik ga eerst beginnen met de edelstenen. Ik heb ze hier in een pakje. En dit is een set die ik een tijdje geleden heb gekocht in Lissabon. Van de zomer. Toen ik op retreat ging. En ik kwam deze set tegen. En ik dacht, deze trekt me zo aan. Ik moet deze hebben. Dus ja. Het zijn allemaal edelsteentjes. Ik heb er even bij gezet dat het de calming kit is. Zo noemden ze dit. Sammy die ging ook zuchten. Ik weet niet of je dat hoorde. Sure.
alles is oké. Echt. Bij mij mag je alles laten gaan. Nu wil je maar relaxen. Echt waar. Bij mij kan je helemaal jezelf zijn, dat weet je. Jaspis is.
het is heel fijn ook om je huid te kalmeren. En een beetje ook te masseren eigenlijk. Ga ik even zo over je gezicht heen. Zelf alle massages geven.
me zo belangrijk om te kalmeren. Om jezelf liefde te geven voor je zelfvertrouwen, voor je eigen waarde. En ook om, ja, even liefde te geven aan jezelf. Even stil te staan bij wat voel ik nou. Ja, dat mag je echt vaker doen. En als je dat lastig vindt van jezelf, mag je mij altijd appen of bellen om even langs te komen. Want wat we net deden is ook jou geruststellen en jou liefde geven. Je lichaam, jou. Even aandacht voor jou hebben. En dat verdien je. Dat verdien je echt. Dus neem het vooral en vraag het ook vooral. Je bent zo. Ja, je verdient het zo. Je doet alles zo goed. Je doet zo je best. Dan mag even ontspannen er zeker bij horen. Weet dat ik heel trots op je ben. Dat ik je lief vind. En dat ik je echt geweldig vind. Nou, gaan wij nog even verder kletsen. Kunnen we ons thee nog opdrinken, oké?